Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ben ik hier namelijk met een leuke video. Want ik ben hier met de aankondiging dat mijn map, waar ik nu in ben, volledig klaar is. Dus vanaf vandaag kunnen jullie mijn map namelijk gaan afhalen. Dus zoals je kunt zien is de map volledig af. Want dit zijn namelijk de twee laatste levels waar ik een goede 2 à 3 dagen volledig iedere dag aan bezig ben geweest. Plus al deze comments zijn ook volledig klaar. Nu, er gaat ook nog een promotiefilmpje komen en dat is misschien vandaag, op deze woensdag, oftewel in de loop van de week, een promotievideo van wat er allemaal in de map zit. En misschien ga ik binnenkort ook volledig gaan uitleggen hoe de map volledig ineen zit, hoe ik eraan ben begonnen en hoe ik aan al die ideeën kwam. Maar hetgeen wat ik jullie ook vandaag wil gaan uitleggen is namelijk, hoe haal je de map af? Heel eenvoudig, je gaat naar hieronder in de video, naar de link, en dan kom je eigenlijk bij mijn Dropbox uit. En dan krijg je eerst dit van, maak een gratis account. Hoeft niet, klik op kruisje. Hier staat de belgiummap.rar. Nu, hier staat 19 uur geleden. Dit is omdat ik de video een beetje eerder heb opgenomen, namelijk de 21ste, wanneer woensdag, ja, de 25ste is. Dus jullie zien ietsjes later de map, want ik ben de map nog een klein beetje aan het aanpassen. Hij is nog niet heel af, maar hij is af wanneer de video online is. Wat doe je? Je klikt op downloaden. En eenmaal als je op downloaden hebt geklikt, gaat hij namelijk deze gaan afhalen. Dus we gaan deze eventjes iets laten doen. En je ziet dat direct mijn bureaublad volledig vol staat met rommel en shizzle. Dit is trouwens ook nog een deel van de map. Level 7, level 8. Dus hup, je hebt die afgehaald. Hetgeen wat je dan doet, is eigenlijk ja, dubbelklik erop. En dan krijgen we namelijk dit veld. Dus hetgeen wat je hebt is de Belgium Games map. En ook een map.txt. Nu, dit wordt veranderd naar lees mij. En bij leesmij.txt lees die zeker als eerste. Daar staat een hele hoop informatie in van instellingen die je moet instellen voor ja, eigenlijk te kunnen gebruiken. Wat doe je? Je pakt deze map en je doet hier bij je zoekvenster. Bij zoeken procent op data procent. En dan klik je op enter. Dan krijg je namelijk deze map en je klikt hier op .minecraft, gaat naar je saves map en je pakt deze en je sleept die hierin. Nu, die van mij staat er al, de Belgium Games map. Hetgeen wat in de map bij zit, is een texture pack. Dus er zit een texture pack in, dus als je op de wereld komt, is automatisch de texture pack ingeladen en je kunt hem niet uitzetten of ook niet aanzetten. Hij gaat vanzelf aan, hij springt aan, zoals ik hier heb, dus allemaal texture pack aan. Gaat volledig automatisch, dus daar moet je zelf niks voor doen. En de map start vanzelf, want binnenkort worden jullie hier gespawned. Worden jullie in deze box gespawned, waardoor je automatisch naar het startveld gaat. En dan kun je eigenlijk de map gaan spelen. Nadien, op het einde van de map, heb je toegang tot alle comments. Want tijdens de map zelf kun je niet aan de comments. Dan kun je na de map, na het spelen, kun je wel aan de comments. Dan kun je alles gaan bekijken. Plus je kunt de texture pack ook gewoon houden. Voor de mensen die de texture pack echt willen hebben. Ik ga het hier nergens in de beschrijving bijzetten. Maar wat je wel kunt doen is, je gaat in de map zelf. En je doet dubbelklik op research. En dan zit je eigenlijk in mijn research pack. Dat is dus de research pack. Maar dit is wel nog niet de allerlaatste versie. Maar dat was eventjes een kleine korte aankondiging om jullie eventjes te melden dat de volledige map klaar is. Vandaag of binnenkort komt er een promotievideo namelijk met wat er allemaal in de map zit. Dit is gewoon eventjes een korte aankondiging. Dus dat is trouwens het laatste gedeelte daar. Dat is parcours op het gebouw. Dus ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Gelieve dan een blauw duimpje omhoog te doen. Mijn naam is Jens en ik zie jullie in de volgende video. Doei!